Yo mensen, ik ben Ron Ekker. Vandaag gaan we weer verder met een nieuwe aflevering van Pokémon Hard Gold. Ja, dat gaan we gewoon doen. Ho, ik verneuk het weer. Oké, hier we. Oh, hey! Wauw, dit had ik niet gezien voor aflevering, ik meen het. Dus ik was gewoon gestopt en precies om de hoek was Pokémon zeiden. Nou, dat was wel heel handig. Voor mij verkoopt die visser daar links een Magikarp. We gaan even kijken. Maar als hij Magikarp verkoopt, hoef ik hem trouwens eigenlijk ook helemaal niet te hebben. Want Magikarp is eigenlijk helemaal niet zo'n chille Pokémon. Want moet super kut trainen op een Gyarados. En Gyarados is dan wel een krachtige waterpokémon. Maar ze zijn veel betere waterpokémon. Dus vandaar dat ik hem niet echt hoef. Maar ik vermoed wel dat hij hem verkoopt. Misschien dat ik hem wel koop. Even kijken. Yo. Moet je lang. Ja! Dit is gewoon wat ik wil. Visengel, nice. Nice. Die ben ik echt blij mee. Echt waar, nou hebben we dus gewoon een hele visengel. Wat heb jij te vertellen? Are you picking up guns? Ja. Oké. Mensen praten, helpt. Chill. Oké, nou heb ik geen zin meer in. Wij gaan vissen. Wij gaan, dit is start. Start. Waarom werkt het niet? Oké. Tasje. Mijn tasje. Hier. Key items. Deze gaan we register. En... Nee, niet use. Dat kan nu niet, hé. Dan koppelt professor ook boos. Of trouwens, deze is waarschijnlijk dan Elm. Kut. Ik wil naar boven lopen, niet hier naartoe. Kut leven. Nou, vind ik even Pokémon's. Flying type, Pidgey, level 10. Oh, level 6 maar. Level 6 maar, joh. Die kun je verslagen wel, joh. Als je dan een probleem met mij. Je ozo-machtige. Entai. Ja, neer en boots en bas en pap. Ja, op zich. Zo. En zo. Center tech is gekut af. Op tv zag ik eens Pokémon. Wow, heb ik ooit Pokémon aflevering? Ja. Nee, zag ik dus. Er was zo'n battle daar. En hij is een center tech en dat was afgebeeld, dat werd daar laten zien. Alsof het een of andere gigantisch goede attack is of een... What? Ik weet niet welke Pokémon deed, maar het is op zijn gezicht gegooid. Het is van... Oeh, het doet gelijk in zijn gezicht. Het zou echt zo van... Wow, Sand Attack, echt een goede attack. Maar nee, wat een kut aanval. Dus dan weet je dat nu weer. Ik vind Sand Attack een kut aanval. Ja... Nee, nice. Spimmeneer kreeg 70 experience punten. Sparrow, nou eens. Oh! Really? Klik ik verkeerd. Oeh, hij gebruikt leer. Ja, dan gebruiken wij een potion sting. Op zich begint Spimmeneer nu wel een beetje te bannen, weet je, met zijn kwaliteiten. Kwaliteit boven kwantiteit, het slaat helemaal nergens op. Echt geen enkel ding hier, geen enkele verbinding. Nou, een ander woord bedoelde ik, maar dat komt hetzelfde neer ongeveer. Nou, potion stingel, pingel, de sningel. Blim en dood. En hij is neer, oké. Mooi, want ik wilde Geert gebruiken. Geertje, go. Kom op, Geert. Go. Kut. Geert is best wel slap. Best wel. Oh, dat fair effect. Ja, daarom. Ik ben elektrisch en ik ben voor mij goed tegen flying. Als ik me niet vergis, als ik me niet vergis, dan niet. Maar voor mij vergis ik niet. Dan ben ik best wel goed tegen flying. Ga kijken hoeveel schade het na. Close enough. Ik denk dat we hem wel dood kunnen krijgen op deze manier. Ik bedoel, ja, natuurlijk kunnen we hem dood krijgen. Ja, natuurlijk. Geen probleem.
Ja, Cirkel de Perl Snaggel. Ja, die grap heb ik voor mij echt 100 keer gemaakt. Die is een grap, dus gewoon van, like erop, laat ik het eens achter zetten. Ik bedoel, net zoals Nice en Mice en Ice. Dat is trouwens mijn vriend, dat is echt zo droog. Dat was kunstvak. Kunstvak, en dan heb je zo'n dummy, zo'n boek. En dan moet je dus allemaal vol werk doen. En dan zoek toe naar je eindwerk toe. Heel saai, is het echt heel saai, dat stuk. Maar ja, dan word je ook allemaal op deel oordeeld, dus moet je goed doen. Ik had zo'n ijsje getekend, weet je wel, want het moest over eten gaan allemaal. En dat was van, hé, een ijsje is best wel lekker, laat ik die steken. Dus ik had zo'n horentje met van die bolletjes erop getekend. Gewoon echt een heel simpel hoor. En dat was super verruimd op die paar. En al het andere had ik al getekend. En ik dacht van, ja, weet je wat, YOLO, ik schrijf gewoon 2 levels. Oh, bijna jammer. Ik zeg keihard gewoon onder de ijs. En de vorige pagina stond mais. En dat was zo van, ijs? Mais. Ijs? Mais. En dan is het de hele tijd door. Dat zit nog steeds eerder. Ik bedoel, je zegt nice. Dan maakt het gelijk iemand reageert dan. Van die bij was in de klas natuurlijk. Reageert dan ijs. En iemand mais. Dus zo iets droogs. Echt van mais. Ijs. Dus van mais. Ijs. Mais. Ijs. Mais. Ijs. Ik moet even kijken of dat boek nog kan krijgen. Want het ligt nu nog op school. Nog allemaal examenwerk zit erin. En je mag het dan niet meenemen of zo. I don't know. Dus moet ik even kijken. Want die wil ik op zich wel hebben. Net als mijn eindwerk. Want dat was super cool. Er was super veel werk zat erin. Het was zo'n schilderij. En er was met rietjes opgeplakt. Van die rietjes recht overeind. Er was zo'n Mario hoofd opgeplakt. Of een Mario hoofd hoedje. En dat duurde zo fucking lang. Om het allemaal rond te plakken. Dus die wil ik eigenlijk wel hebben, want het was op zich nog best wel vet. Niet het allerbeste werk wat ik ooit heb gemaakt, maar op zich was het best wel vet, ja. Goed, sandwich haak. Kom op Geert, je kan het. Jongen, dit is echt een user account. Beide missen ze. Ja, doe maar tackle. Ik ga wel wisselen van Pokémon, anders ben ik daar dood met Geert. En Geert kan nu best wel level 8 worden. Dus we gaan hoge hoed gebruiken. Why not? We just got a youth high hat. Yes, we just suddenly changed to English. So what? Deal with it. Nou, we zijn weer terug bij het Nederlands hoor. Geen zorgen. Pats, bitch clear. Oeh, dat ging heel goed. Dat is super effectief, maar het is allebei flying. Ik snap helemaal niks meer van. Hij is dood. Oké, Geert is level 8. Fuck yeah. Ta-da-da-da. Goed, dan gaan we naar boven, want hieronder is voor mij geen water meer. Vuil. Hier is wel een Rock Smash voor nodig. Hahaha, leuk. Leuk hoorspel. Heel leuk. Goed, dan gaan wij hier naar boven toe. Wacht, hier is, iets achter. Ik zie het al. Hier is iets achter. Oeh, what the fuck? Waarom kan je hier niet langs die boom? Sowieso dat je hier naar beneden moet ofzo. Geen idee. Waarschijnlijk komen je ooit nog terug voor een legendarische Pokémon te vangen ofzo, weet je. Het zou op zich wel grappig zijn wat als dat er gebeurt. Dus ja, wij gaan vissen. Hop. 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 Oh, hier. Ai. Hop, kijk. Het is best wel saai. Zodat ze tenminste cool muziekje erbij kunnen doen. Dus Magikarp. Ja. Wel level 10. Maar ik hoef hem niet. Ik wil. Welke voeten zit er trouwens? Ik bedoel, dat is ook wel weer belangrijk, weet je. Ik bedoel. Pokekeer. Kaart. We zitten nu op route 32. Gaan we opzoeken of die Pokémon die ik wil hebben. Of die te vinden is op route 32. Ik bedoel, dat is wel heel belangrijk. Dus we zeggen Pokémon Heart Gold. Pokédex. En dan niet afbeeldingen, maar gewoon web. En dan is het Serie B, weet de fuck, wat is een gekke naam? Ja, I know. Scroll. Waar sta je? Ik ben er waarschijnlijk al overheen gegaan. Nee, hier staat hij.
Remoraid en Octillery. Zijn het toch evoluties van elkaar of niet? Ja, evolutie van elkaar. En die is te vinden op route 44. Maar zijn evolutie is te vinden op route 44. En op deze is te vinden op niet. Die is niet te vinden. Oké. Okay. Dus kijken we waar is route 44 in het spel. Ik bedoel, dat zou chill zijn als we weten waar het is. 34, 36, 38, 41, 47... 43, 44, daar! Daar is hij dus te vinden. Nou, dat is, deze staat naar links boven res en res. Nee, of hier onder res en dan naar boven en dan zo. Zo kan hij komen, op deze route moeten we hebben. Het is jammer dat hij daar niet is. Kan je ook op deze site kijken vanaf wat op welke route te vinden is, want dat zou echt zwaar chill zijn. Wat is nog meer een coole water Pokémon? Gerard evolueert trouwens op 15 en wat was het nog meer? 15 en 30. Heb ik even tussendoor opgezocht, weet je, vond ik wel leuk om op te zoeken. Maar we hebben wel een water Pokémon nodig, dus we moeten even snel kijken. Kan je ook sorteren op watertype? Zou dat kunnen? Ja, je kan ook sorteren, nice. Psyduck, Poliwag, Poliwrath, nee. Lame. Saai. Die is op zich wel grappig. Naam. Hard Gold, Whirl Island, nee, dat is eilandjes, dat kan ik nu sowieso nog niet naartoe. Safari Zone, oké. Wat is nog meer cool. Hier zit hij niet in. Dat is allemaal hogere generatie. Zit hij niet meer in. Zit er allemaal niet meer in. Oké. Ik ben gewoon fucked. Ik moet een ding vangen, ja. Het spijt me. We moeten een mensen gaan. Een magische vis vangen. Jongen, dit is zo saai. Ik kan op zijn minst een puntje staan. Lijkt net alsof je vastloopt hier, hé. Plop. Leonard, een Pokémon. Magikarp. Denk ik zeg toch vast, weet je, dat iedereen gelijk wat gaat gebeuren. Geen verrassing meer. Het is wel een mannetje. Ik wil wel een vrouwtje in mijn team hebben. Op zijn minst, jongen. Op zijn minst een vrouwtje, hé. Ik bedoel, ik heb nou allemaal vrouwtjes in mijn team. En ik vind het wel grappig, dat het hele team uit vrouwtje bestaat. Ik bedoel niet dat zo'n skummik is van, ah, ik ben lekker een man. Nee, wil ik niet. Oké, ja. Zo. Oh, kut. Want ik heb hem te vroeg opgehaald. Dat is best wel kut als ik dat doe. Oké, dan. Het is zo saai, dit vis, hé. Ja. Not even a nubble. Dit is zo slecht, deze man. Zo slecht vishelm wat het is. Niet normaal. Kijk dan, ik vind helemaal niks. Ik heb iets. Land de Pokémon. Vrouwelijke Magikarp. Please give me a female Magikarp. It's a Magikarp. And it's a male. Male. Ja, ik kan echt zwaar. Fucking YOLO, hè. Ik ga gewoon moeilijk doen om het geslacht. Jeroen, wat is mis met jou? Wat is mis met jou? Can't escape. Fuck jou. Dan stamp ik jou wel even helemaal dood. Zo van, oh. Kut. Klik op can't escape terug. Ja. Zo. Dan doen we wel even back. En dan gaat hij wel zeggen van, oké, vooruit. Doe op zich best wel verpullen. Dus ik laat je gaan. Zie je? Werkt altijd. Altijd, behalve op zondag. Repeat it too quickly. Ja, kijk, ik moet niet zo snel op de knopje drukken. Maar op de Game Boy kan dat wel. Dan kan je op de knopje drukken zo van, plop, 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 plop. Oh, een Pokémon. Landed a Pokémon. Waarschijnlijk vang ik echt alleen maar Magikarp. Zou het wel chill zijn als ik dan niks uit het niet zo'n andere Pokémon krijgen.
Goed, ik ga gewoon stoppen met daarmee. Ik ga hem proberen te vangen, dus we gaan hem zo doen. Goed, we moeten nou even snel een goede naam voor Gyarados verzinnen. Ik ga het zo laten even lopen, ik ben niet gek. Moet Gyarados dan eten? Gyarados. Dat zou. Hoe moet je Gyarados noemen? Dat is een echt grote vraag. Please ga nou niet dood, trouwens. Oh, dan zie ik nou dat ik een critical hit heb en dat ik hem dan doodsla. But nothing happened. Ja, perfect. Nice. Oh, ja, dus ik was even bang van. Maar die goed, ga die goed, maat gaan. Ja, leuk, wel goed. Dat is mooi. Plop. Plop. Ting. Nice. Ja, hoe gaan we hem noemen? Ik heb al een idee. We noemen hem Gordon. Gordon. Cor. Ho. Gordon. Cor. Don. Gordon. So, here we go. Oh shit, hij blijft meer dan een solo. Oké, even kijken op schermen de volgende keer weer en dan zeg ik voor nu laat je.